Hey, Kerstik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, dit is een andere stad. Ik wil jullie even wat dingen laten zien die best wel interessant zijn. Ik ben in deze stad aan de slag gegaan. Dit is trouwens in de multiplayer-regio met het handelen in goederen. En het is best wel leuk in winst en winstgevend. Want dat is in de vorige hebben ze het een beetje over. Ja, hier heb ik plastic geëxporteerd. Weet je voor hoeveel ik dit heb ingekocht? 15.000. Ik heb het voor bijna 2 keer zoveel geëxporteerd. En dat levert wat geld op. Deze 500.000 komt bijna alleen maar van dat handelen. En we verdienen ook wel 7.000 per uur. Maar dit is echt verbazingwekkend. En normaal gesproken zou je in een stad nooit zo snel zoveel winst kunnen maken. Weet je, met andere specialisaties zoals mijnen gaat het allemaal een stuk langzamer. Ik had echt letterlijk van de ene op de volgende dag een waardestijging bij plastic van, ja, van 15.000. Het ging van 15.000 naar 30.000. Het gebeurt gewoon in één nacht, weet je. Het is best wel maf wat hier allemaal gebeurt soms, blijkbaar, op deze markt. Maar weet je, dat ja, het werkt gewoon echt heel erg goed om winst mee te maken. Ik kom bijna niet uit mijn woorden. En ik had op de vorige hebben ze het een paar reacties. En we gaan straks naar de huidige stad. Daar kunnen we dit soort dingen helaas niet doen, omdat het geen multiplayer regio is. Ik weet niet of het mogelijk. Ik heb net nog gezocht of het mogelijk was om een regio van singleplayer naar multiplayer te transporteren. Maar ik geloof niet dat het mogelijk is. Tenminste, ik heb niks kunnen vinden. Ik weet niet of jullie daar iets van weten. Ik denk niet dat het mogelijk is. Het is wel mogelijk om van multiplayer naar singleplayer te gaan. Maar omgekeerd geloof ik niet. Nou, als het wel mogelijk is, dan doen we dat gewoon. En dan kunnen we in de huidige stad ook gewoon lekker gaan handelen. Want het is echt heel erg handig. Waarom ben ik hier nooit eerder op gekomen? Ik wist al dat het er was, maar ik heb het nooit echt gedaan. En het is hartstikke leuk om geld te verdienen op deze manier. En ik weet niet hoe. Ja, ik weet helemaal niet meer voor hoeveel ik het heb ingekocht. Ik heb het wel allemaal bijgehouden, zeg maar, wat ik ervoor heb betaald. Dus dan weet ik of ik er winst op maak. En je kan ook als je. Dat heb ik in de vorige episode laten zien. Je hebt ook een grafiek met alle waarden, maar die is niet altijd even duidelijk. Dus. Oh, olie is echt goedkoop nu. Dus dat zou ik best kunnen gaan importeren. Maar ja, ik kreeg dus een paar reacties. En nu gaat het zeg maar weer over de andere stad. Maar ik wil deze stad even als voorbeeld gebruiken. Want in de reacties zeiden jullie dat we de handelspoort konden upgraden met een depot voor legeringen. Dat het ook kon door het Handel Incorporated te upgraden. En dat is wel iets wat we kunnen doen, denk ik. Kijk, hier heb ik het Handel Incorporated geüpgraded met een afdeling metalen. Je hebt elektronica, metalen en aardolie. Ja, kijk, als we dus zo heel belachelijk veel olie willen gaan importeren, wat kan, want we hebben geld, maar ik heb alleen niet de ruimte in deze dingen. Dan moet ik eerst deze afdeling toevoegen. Maar hoe makkelijk is het om winst te maken als je gewoon heel veel importeert en dan heel veel exporteert? Dat werkt dus blijkbaar gewoon. Dit is geloof ik niet de winst die ik heb gemaakt. Dat zal toch niet zoveel zijn? Of wel? Ja, okay, dit zijn maandelijkse transacties, maar hier wordt geen rekening gehouden met wat ik heb betaald om het om het te importeren. Dus ja, ik weet niet, maar we kunnen geloof ik gewoon in de stad waar we mee bezig zijn heel veel importeren en heel veel exporteren. Het is singleplayer, dus maakt er geen winst op of wat dan ook. Ja, of ik kan natuurlijk gewoon wachten totdat ik echt zoveel legeringen heb geproduceerd. Ik heb nu die opslag nog niet, dus dan moet ik echt heel veel handelsdepots plaatsen. Maar het kan zeker. En dan gewoon een afdeling metalen. En dan kan ik legeringen makkelijk opslaan, zonder dat het heel veel ruimte inneemt. En dan, ja, komt erop neer dat ik dan nog meer legeringen kan opslaan, nog meer in één keer kan exporteren. En dan kan ik het Incorporated weer upgraden. En ja, dat zou dus wel fijn zijn, want dan kan ik uiteindelijk alles opslaan bij die handelspoort. Want die nemen een stuk minder ruimte in. En dat is best wel nodig in de huidige stad waar we nu mee bezig zijn. Dus dat wil ik even laten zien. Die twee reacties heel erg bedankt. Ik heb het nu dus ook meteen uitgetest. We hebben dus een metaal incorporated nodig, want het gaat me vooral om legeringen. Dat is iets wat we mooi kunnen exporteren. Ja, of zal ik plastic doen? Het is een beetje. Ik bedoel, of zal ik processors doen? Want dat levert wel meer op. Maar. Ja, ik denk dat ik eigenlijk best wel processors kan doen. Maar dan telt het natuurlijk niet meer als
Ik kom echt niet uit mijn woorden, maar dan telt natuurlijk niet meer als. Oh nee, we hebben het hier over handelen. Ja, tuurlijk, het is het Handel Incorporated. Het telt dan niet bij het Metaal Incorporated, maar wel bij het Handel Incorporated. Maar ja, als ik legeringen doe, telt het bij het Handel Incorporated en het Metaal Incorporated. Dus dan denk ik gewoon voor legeringen ga. Heel ingewikkeld verhaal allemaal, maar dat is dan denk ik wat ik ga doen. Ik ga gewoon weer een heleboel legeringen exporteren. En natuurlijk alle andere dingen die er in de stad nog moeten gebeuren. Maar ik vond het best wel leuk om hier wat te doen. Oh, het is nu een week geleden dat ik hier iets heb gedaan. Maar ik heb dus. Ja, je hoeft soms helemaal niet lang te wachten, blijkbaar. Plastic is in zo'n korte tijd zoveel gestegen. En plastic is nu weer goedkoop. Dus weet je wat? Ik ga importeren. Ja, dit is echt een best wel leuke manier om het spel te spelen. Waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Heel misschien. Misschien vind ik het zelfs zo leuk dat ik hier een serie van ga maken. Maar het zou een beetje anders worden dan normaal. Want het is niet echt een serie dat je 25, een video maakt van 25 minuten. Want het enige wat ik doe is wachten totdat de prijs van iets daalt. En dan importeren. En dan wachten tot de prijs stijgt en dan exporteren. Dus ja, dat is allemaal niet zo heel interessant. Dus als het ooit in het spel zou worden, zouden het misschien meer een soort van korte update-video's worden. Want ja, je kan natuurlijk wel met het al dat geld de stad uitbreiden, maar dat vind ik ook niet echt genoeg voor een hele let's play, zeg maar. Nou, misschien wel, ik weet niet zeker. Ja, dus stel dat ik dat ga doen, dan worden het misschien wat kortere video's, een beetje een ander format. Maar we importeren nu belachelijk veel plastic. En even voor de duidelijkheid, kon ik dat hier nou doen of niet? Plastic, plastic, plastic. Nee, dat kan ik nog niet, want dan heb ik, ja, afdeling aardolie heb ik dan nodig, want plastic hoort natuurlijk bij aardolie. Ja. Kijk, hoe staat het ook alweer met legeringen? Levert dat nu wat op? Levert dat wat op dit moment? Kan ik dat hier niet zien? Nou, ik kan hier natuurlijk een opslagplek voor toevoegen. Dan kan ik het wel zien. Import 34.000, is dat veel? Ik kan het me helemaal niet herinneren. Nou, ik heb het in ieder geval ergens opgeschreven wat de waardes eerst waren. En ik kan altijd nog in het grafiekje kijken. Maar dat is nooit echt heel erg precies. Maar in ieder geval, hele leuke game mode. Probeer het ook een keer. En ik wou echt dat we deze regio gewoon op multiplayer konden zetten. Onze singleplayer-regio waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is jammer, maar. Ja, misschien dus dat ik. Kijk, ik dacht eerst. Ik heb alles gedaan in SimCity. Maar nu vind ik weer iets nieuws. Iets helemaal nieuws wat ik echt nog nooit heb gedaan. Wat we gewoon kunnen doen. Ik moet ze wel openen. Zou wel handig zijn. Dus misschien dat ik gewoon een soort van seizoen 3 doe. Want dat wordt wel echt een hele andere aanpak. Nou, nu gaan we in ieder geval terug naar de hoofdstad en dan gaan we daar lekker bouwen. Zorg ervoor dat we het Handel Incorporated uiteindelijk kunnen upgraden. Oké, daar ben ik dan weer in neerslagcentrum. En voor de duidelijkheid, ik was namelijk ook een beetje vergeten. Hier hebben we de opslagplaats met legeringen dus al vrijgespeeld. Aangezien ik bij het Metaal Incorporated een afdeling voor commercie heb. Dus wordt allemaal heel erg ingewikkeld. Maar ja, metaal en commercie is dan al. Dat zorgt voor een depot hier. En wat we nog moeten unlocken is aardolie, geloof ik. Oh nee, we hebben hier wel. Ik heb hier ruwe olie, maar brandstof hebben we nog nodig. Dus dan is misschien handig om toch een handel incorporated te bouwen. Want daar moeten we nu nog beginnen met de upgrades. En de eerste upgrade is altijd makkelijk. Dus afdeling aardolie van een handel incorporated. Wauw, ik kon dat niet helemaal woorden. Maar afdeling aardolie van een handel incorporated. Als we dat hebben, krijgen we brandstof en plastic. En dan hebben we nog een afdeling elektronica nodig van Handel Incorporated. Dus dat gaan we doen. Er komt een Handel Incorporated. Maar eerst ga ik even kijken hoeveel we hiervan nodig hebben. Ik heb natuurlijk heel veel, ja, heel veel opslag voor legeringen. En dat kan waarschijnlijk. Ja, nou, willen we een deel van de legering nog steeds exporteren? Of wil ik. Of stoppen we alles in de productie van processors? Ik weet niet. Ik denk dat ik maar gewoon twee pots hier aanmaak. Of zal ik gewoon eentje doen? En je kan het natuurlijk ook maar per plot beslissen waar het heen gaat. Dat is natuurlijk wel een nadeel van die grotere hoeveelheden. Maar ja, het is wel fijn dat het allemaal in zo'n kleine ruimte past. Ja, ik denk. En desnoods hou ik hier ergens een klein plot voor de export. Nee, maar ja, ik weet niet zeker wat ik ga doen eigenlijk. Hier heb ik wel de ruimte. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga hier twee. Ik ga het gewoon even proberen. Kijken hoe dat gaat. Twee opslagplekken voor legeringen. En. Oh, dat kan ik natuurlijk niet individueel kiezen. Oh, wat suf. Dan. Ja, in dat geval doen we er hier eentje. Dit is dan voor de.
voor plaatselijk gebruik. En export doe ik dan gewoon in zo'n kleintje, denk ik. Want als ik hier export doe, ja, dat is een heel grote ruimte. Dus er wordt heel veel dan geleverd, er wordt heel veel geëxporteerd. Er blijft er misschien niet genoeg over om processors te produceren. Oh wow, het begint best wel onoverzichtelijk te worden dit allemaal. Waar is de processorfabriek? Hier. Ja, die heeft natuurlijk gewoon legering nodig. Dus ik wil niet riskeren dat we te weinig legeringen overhouden voor de processorfabriek. Dus ik hou gewoon één klein plotje over voor de export. En ja, dan hou ik dit gewoon voor de... ik kom echt niet aan mijn woorden. Dan hou ik dit gewoon over voor de processorfabriek. Oké. Heel veel gepraat. Dat is allemaal wat het uiteindelijk gaat worden. Handel Incorporated, waar gaan we dat plaatsen? Kan ik het hier doen? Ja, ik kan het hier wel doen. Maar dan weet ik niet of ik ruimte heb voor de upgrades. Ja, ik denk dat ik het hier maar ga doen. Oké, zo. Uiteindelijk kunnen we wel veel van die handelsdepots weg. Oké, wat moeten we doen voor een afdeling aardolie? Of wil ik eerst elektronica? Misschien wil ik wel eerst elektronica... Upgrade Corporatie, dat kan ik hier niet eens zien. Misschien is het wel iets wat we makkelijk gewoon kunnen doen. Of misschien een beetje op een andere manier. Ja, 250.000 dagelijkse winsthandel. Ik denk dat... Oh, kijk. Precies, dat wou ik net zeggen. Dat is gewoon iets wat we standaard hebben. Dus we kunnen meteen al upgraden. Kan ik nog een keer upgraden? Dan is dat helemaal te gek, eigenlijk. Elektronica en aardolie metaal heb ik dus niet meer nodig, waarschijnlijk. Wauw, dit gaat wel echt heel veel ruimte innemen. En dit is... Dit wordt misschien lastig. Te ver van hoofdgebouw verwijderd. Oké, dat is jammer. En ik kan het nog een keer upgraden. Maar ik wil eerst alvast even dat gebouw plaatsen voor de zekerheid. Ik weet niet, dat maakt waarschijnlijk helemaal niks uit. Maar hey, dat ging makkelijker dan gedacht. Oké. Kijken of ik... Het is wel echt jammer dat ik het hier nou gewoon niet kan plaatsen. Het lijkt namelijk echt alsof het gewoon moet kunnen. Maar dan maak ik hier een extra weg aan. Zo compact mogelijk hoop ik het te doen. Oké, zo. Oké, okay, beetje lelijk, maar ik ga er nu maar gewoon voor. Oké, laten we eerst aardolie doen. Ja, dat kan gelukkig. En oké, dan is het weer afgekeurd, maar ik kan nog een keer upgraden. Wauw, we hoeven niet eens iets voor te doen. Wat ik dacht dus, was dat we eerst die winst nog wel moesten halen, zeg maar, sinds dat het gebouw is gebouwd. Maar blijkbaar kijken ze in het verleden, zeg maar. Of kijken ze naar de winst van vandaag, terwijl we al halverwege de dag zijn. Maar weet je, ik vind het prima. Elektronica. Kan ik ook processors gaan opstaan in de handelspoort. En dan ben ik helemaal tevreden. Dit wordt wel echt een rommel. Moet ik uiteindelijk eigenlijk ergens anders gaan neerzetten. Elektronica. Yes, oké. Dan ga ik... dan hoef ik niks meer te upgraden. Dan hoef ik niet eens meer moeite te doen. Dus dan kan ik het meteen optimaliseren voor... zeg maar de dagelijkse gang van zaken. Dan kan ik dit allemaal weghalen. Want we hoeven niet meer belachelijk veel in één keer te importeren. Ik kan dit gewoon helemaal optimaliseren voor hoe het uiteindelijk moet worden. Want we hebben alles geunlocked en ik hoef geen gekke dingen meer te doen. Dus dat ga ik nu even doen en dan hoop ik dat het een beetje compact is. Oké, dat is alles. Deze twee, deze handelspoort en dat handelsdepot is eigenlijk alles wat we nodig hebben. En ik heb de olieraffinaderij een beetje uitgebreid. Twee nieuwe destillatie eenheden, dus dan kunnen we meer... brandstof produceren. Hier heb je nog plastic polymerisator en hier destillatie eenheden. Ik had er niet aan gedacht dat ik dit handelsdepot zou slopen, want dat past nou juist precies goed, maar misschien moet ik dat later nog gaan aanpassen. Nu dat ik hem gewoon even produceren. Ja, dus meer brandstof. Kunnen we meer brandstof exporteren, want dat is veel meer waard dan olie. Op dit moment heb ik heel erg groot overschot aan olie. Dus, wacht, hoe kom ik er eigenlijk aan? Want ik importeer... Wacht, ben ik nou gek? Ik importeer hier olie vanaf de direct naar de Omega-fabrieken. Hoe kom ik dan aan zoveel olie? Wordt het ook hierheen gestuurd? Doen ze dat? Nou, blijkbaar doen ze dat. En anders kan ik hier altijd nog gaan importeren via Vito. En nu staat hij op export in ieder geval. Even kijken, olie. Ja, staat op export. Hier, brandstof staat op export, metalen... export. Legeringen exporteren we ook. Ja, ik heb hier dus toch de grote opslagplek voor export bij legeringen. Want die processorfabriek produceert helemaal niet zo heel snel. Dus ik heb hier een klein plotje voor plaatselijk gebruik. Dus ik denk dat dat wel goed zou moeten komen. Moet even kijken hoe het zit met die olie. Hier, ruwe olie staat nog op export. Maar kan dus misschien naar import gaan.
Dan kan het toch ook over de Vito-markt gaan. En dan produceren er brandstof van. Dat zou eigenlijk veel beter zijn. Ja, waarom doen we dat niet gewoon? Nou, waarschijnlijk kan die fabriek het dan niet aan als we hier op volle snelheid gaan importeren. Dat is wel jammer. Erwtenbeek plaatselijke processors exporteren we hier op een groot plot en we gebruiken ze hier plaatselijk op een klein plotje. Oh, wacht, waar zijn ze? Dat heb ik niet goed opgeschreven. Ja, hier moet nog een plaatselijk dingetje bij, maar dat kan niet, want er zit net vol. Wat hebben we hier? Plastic, legeringen is allebei wel nodig. Nou ja, is plastic nodig? Plastic is waarschijnlijk niet nodig. Want het kan ook gewoon, het geldt trouwens voor meer van deze dingen, maar het kan ook gewoon direct naar de fabrieken gaan. Naar de procesfabriek gaan. Dus het is in principe niet nodig om een handelsdepot ervoor te hebben, geloof ik. Maar voor processors wil ik het zeg maar scheiden. Dus dan is het wel nodig. Hier processors. En het zou leuk zijn om uiteindelijk ook nog een fabriek van consumentenelektronica te hebben. Maar ik weet niet echt of we daar gaan komen. En dan is het nog een beetje de vraag: is het nodig om hier nog extra plastic te produceren? Ik ga het gewoon even weghalen. Hier, plastic polymerisator, halen we gewoon even weg. Want als ik die weghaal, kan ik nog een destillatie-eenheid toevoegen en dan kan ik meer brandstof produceren. Wat misschien wel handig zou zijn. Deze zijn niet meer verbonden en ik ga ze maar gewoon even slopen zodat ik het opnieuw handiger kan neerzetten. Destillatie-eenheid, daar kan dat niet. Kan wel hiernaast. Ja, dan moet ik hier achter gaan. Het gaat er heel erg suf uitzien, maar het moet wel. Kijk, ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. Kan zijn dat er nog iets echt helemaal niet klopt. Ik heb gewoon even gekeken wat we nu allemaal importeren of exporteren of plaatselijk gebruiken. En dat heb ik hier een beetje in terug laten komen. Wel een stuk compacter alvast, dus dat is in ieder geval fijn. Dus ik ga de tijd laten lopen, even kijken hoe dit gaat. En ja, dan ben ik zo terug. Oké, het spel is nu al een tijdje aan het lopen met de nieuwe handelspoort. En ja, die olie hier, die ben ik maar gewoon gaan importeren. Het exporteren was helemaal geen goed idee. Ik snap ook helemaal niet wel hoe ik daarop ben gekomen. Maar ik heb gewoon nog een beetje in mijn hoofd dat we olie zelf uit de grond boren. Omdat we dat zo lang en zoveel hebben gedaan. Maar dat is nu al een tijdje gesloten. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar nu moeten we dus gewoon gaan importeren. Het gaat als het goed is ook via Vito. Ja, dat zie je nu ook gebeuren. Gaat ook nog wel een groot deel via vrachtwagens. Maar we hebben twee Vito dekken. Dus dat helpt vast ook wel met de snelheid ervan. Laten we even kijken. Vandaag 26.000 vaten ruwe olie bezorgd. Het is zoveel. Ja, dus naar de olieraffinaderij wordt hier nu alleen nog maar brandstof geproduceerd. Dus ik vroeg me af, heeft de processorfabriek dan nog wel. Nee. Oké, processor heeft niet genoeg plastic meer. Oké, goed om te weten. Dan moeten we helaas de productie van brandstof een beetje kleiner maken. En want dan moeten we een plastic polymerisator maken. Die neemt heel veel ruimte in. Ja, ze produceren weer wat plastic. Komt de processorfabriek straks weer op gang. En dan hoop ik dat het allemaal goed komt. Hebben ze nog genoeg processors? Anders moeten we ze even gaan importeren. Ja, nog meer dan genoeg. Wat valt er nog meer te zeggen? Oh ja, ik had hier een. Geloof ik een plot met metalen, maar we produceren helemaal geen metalen meer, we produceren alleen nog maar legeringen. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want legeringen, ja, daar hebben we wat aan voor de processors. Oh, kijk, nu hebben ze weer plastic, dus ze kunnen weer gaan produceren. Dus metalen heb ik weggehaald, daar doen we niks meer mee. En dus er bleef wat ruimte over. Hier had ik nog een, hoe heet het? Een opslagplaats voor ruwe olie. Maar dat heeft dus helemaal geen zin. Want we hebben hier al 10.000 vaten aan opslagplek. Dus die heb ik weg kunnen halen. Dus we hebben nog een beetje kunnen opschonen. Opslagplek voor metalen. Die is hier weg. En hier die van ruwe olie is ook weg. Dus ja, bespaart allemaal ruimte. Nu wil ik de volgende stap gaan doen. Verliezen 24.000 per uur. Dat is mede dankzij een soort van epidemie in de stad. 370 zieken. Het loopt alleen maar op. Net was het 290. Echt 5, 10 minuten geleden of een kwartier geleden of zo. Het is echt niet goed. Heel veel luchtvervuiling. Deze megaton staat ook helemaal in de luchtvervuiling. Maar ja, het is gewoon veel te krap deze stad om daar nog aan te kunnen denken. Misschien had ik het wel iets beter kunnen neerleggen. Ja, dus dat is een beetje jammer eigenlijk. Hier heb ik dus nog een ziekenhuis geplaatst. Nou, er zit nog niet eens vol. Ik had eigenlijk verwacht dat het helemaal vol zou zitten. Dit ziekenhuis is vreselijk veel geüpgrade. Kost me nu echt heel erg veel. Oh, nu nog maar 20 mensen die worden behandeld. Oké, dan ga ik even bezuinigen op behandelkamers. Ga ik gewoon even sluiten. En meer ambulances toevoegen. En meer medirobots. Want er zijn duidelijk zieke mensen.
Maar de ziekenhuizen zitten niet vol, dus dan ligt het er dus aan hoe goed wij ze naar het ziekenhuis kunnen brengen. Dus zal ik hier, nou, het is nog niet nodig om een extra vleugel toe te voegen. Ik wil je niet op bezuinigen, want het is echt een epidemie. 400 mensen. Hoe snel is het ook aan het stijgen? Ja, dat is niet zo goed. Dus dat, ja, daar verliezen we ook heel veel geld per uur. We maken nog steeds wel winst als je kijkt naar wat we per maand verdienen. Dus dat is wel goed om te zien. Maar nu wil ik graag een elektronica incorporated bouwen. Want op het lijstje staat ook nog een fabriek consumenten elektronica. Dat kunnen we dan mooi gaan exporteren. Dus dat betekent dat we processors straks plaatselijk gaan gebruiken. Ik kan het nu wel vast aanzetten. En dan gaan we straks hier een ding aan toevoegen met tv's en computers. Oh, wacht, hij zit vol. Ja, ik heb er geloof ik wel eentje met kolen. Heb ik daar wel wat aan? Eigenlijk niet, hè, want kolen verdelen we niet of zo. Kolen gaan alleen maar naar de smelterij. Dus het heeft geloof ik niet echt veel zin om dat hier te hebben. Dus dat haal ik gewoon weg. En dan kan ik hier één van de twee toevoegen. Vraag ik me natuurlijk af, wat levert me meer op dit moment? TV's of computers? Ik ga gewoon even uit van computers. En ik zeg wel op dit moment, maar we zitten in singleplayer, dus de prijs is gewoon altijd hetzelfde. Hier, computers. Wauw, 180.000. Ik heb wel eens eerder zo'n fabriek gebouwd, maar dit. Ik was echt vergeten dat het zoveel opleverde. Als tv's meer opleveren, dan ga ik me denk ik richten op tv's. En anders doe ik het gewoon helemaal met computers. Ja, want waarom zou ik. Ik kan kiezen wat ik ga produceren natuurlijk. Dus waarom zou ik dan gaan produceren wat minder oplevert? Ja, computers leveren meer op. Dus we gaan voor de computers. Dus dan moet ik het weer slopen. Nou, ik ga die fabriek ergens bouwen. Er is echt nergens ruimte, maar. Nou, er is wel ruimte, maar ik wil ook nog al die gokhallen hebben en een paar andere dingen. Dus we moeten gewoon even kijken. Oh ja, voor die fabriek hebben we een afdeling Electronica Incorporated nodig. En om die fabriek te kunnen bouwen hebben we een afdeling nodig. En ja, dan moet ik deze zo gaan upgraden. Dat betekent waarschijnlijk dat ik toch nog maar even wat processors moet gaan exporteren, zodat we heel veel. Zodat elektronica ons heel veel geld oplevert. Processors. Die staan hier ergens. Ja, hier processors. Nog even exporteren. Er blijft niet heel veel processors over. Aangezien we zoveel al mee gaan produceren. Dus ik hoop dat we wel genoeg processors produceren om daar wat winst mee te maken. Maar ik denk dat we dat ook wel kunnen zien. Processors. Oh, 1 miljoen per dag. Oké, okay, dan komt het helemaal goed. We hebben. Oh! Oké, okay, we hebben 1,5 miljoen nodig. Gaat dat lukken? Ik weet niet, anders moet ik het even vast gaan houden. Ik ga het gewoon even vasthouden. En dan, omdat het zo'n groot handelsdepot is, gaat het echt in één keer heel veel opleveren. Met zo'n klein plot, zeg maar. Zo weinig ruimte die we in beslag nemen. 10.000 kratten. Staat nu op plaatselijk, hè? Dus het wordt wel naar Omega Fabriek gestuurd, maar dat gaat allemaal niet vreselijk snel. Dus ik denk dat we dit wel kunnen opvullen, hoop ik. En anders ga ik gewoon importeren. Ben heel erg benieuwd, hoeveel gaat het ook eigenlijk opleveren? Want we hebben. 10.000 kratten, dus 10 keer dit. Oh, dat gaat maar 1 miljoen opleveren. Oké, okay, dus dan hebben we twee. dan heb ik een extra opslagplek nodig. En ik ga dan maar gewoon voor de handelspoort, denk ik. Het is waarschijnlijk tijdelijk, maar dat is gewoon simpel. Dan heb ik in één keer weer een heleboel ruimte in plaats van zo'n klein handelsdepot. Dus hier gaan we ook voor plaatselijk gebruik. En ik hoop dat het dan. Volraakt. Oké, okay, ik heb nog niet genoeg processors opgespaard. Ik heb ongeveer 14.000 kratten nodig. Dus als deze half vol is, dan is het tijd om te exporteren. Maar dus zag ik dit. Een beetje misdaadprobleem. En waar ligt het aan? Op de een of andere manier zijn al onze politiewagens vast komen te zitten op deze ene weg die ik niet kan slopen. Zijn er nog meer hulpdiensten hier? Nee, oké, okay, dat lijkt er niet op. Alleen politiewagens. Echt, waar slaat het op? En waarom kan ik die weg niet slopen? Je ziet het hier nog wel een beetje, maar ik kan er gewoon niet bij. Dus dat is echt zo belachelijk. Alle auto's zijn aan het patrouilleren. Ja, ondergronds waar niemand is. Dus ik doe hier maar even twee bij. Kost wel allemaal geld. En dan gaat dit getal hopelijk een beetje omlaag, want het is een beetje een probleem aan het worden. Oké, weet je wat? Ik ga hier de episode ook afsluiten, want het opbouwen van die hoeveelheid processors gaat echt heel langzaam.
Langzamer dan ik dacht. Ik heb zelfs de leveringen hier bij de Omegaco-fabrieken uitgezet, want ze hebben zo'n grote voorraad. Daar kunnen ze echt een hele tijd mee door gewoon. Kijk, ze produceren 96 robots. Ik geloof dat ze ook maar 96 processors per dag gebruiken, want dit gaat zo langzaam naar beneden. Dus dat heb ik gewoon even uitgezet. Die hebben een hele reserve. En dan als het goed is, bouwt het hier gewoon allemaal op. Maar het duurt allemaal wat langer. Dus dat kijken we in de volgende episode verder. En dan kan ik die fabriek consumenten elektronica bouwen. Ja, best even chaos deze episode. Het is zoveel wat we hier allemaal hebben dat ik ook echt helemaal het overzicht kwijtraak. Maar ja, we hebben wel gewoon een paar belangrijke gebouwen gebouwd. En een paar belangrijke stappen gezet. Want kijk hoeveel ruimte ik nu bespaar. Ja, we komen heel dichtbij het einde van deze map. En dus misschien dat ik nog iets ga doen met die handel, als jullie dat leuk vinden. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.